So back to what I was saying. Could be us. Superleuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Mocht je nieuw zijn op mijn kanaal, hoi, mijn naam is Denise Anna en superleuk dat je hier terecht bent gekomen. Vandaag voor jullie een Primark shoplog. Ik was namelijk laatst in de Primark in Amsterdam en daar heb ik zulke leuke spulletjes gekocht. Dus accessoires, dingen voor een huis, nou ja, noem maar op. En toen ik thuis kwam dacht ik, ik moet gewoon met jullie delen wat voor leuke dingen ik daar heb gekocht. Want oh my god, de Primark heeft hier zulke leuke dingen. Mocht je benieuwd zijn naar de kleding die ik daar heb gekocht, ik link hieronder eventjes de video van mijn pashoekjes shoplog in de Primark. Want in de Primark hangt nu weer de lentecollectie qua kleding. En er hangen echt zulke leuke dingen tussen. Dus die moet je ook gewoon even kijken. Wil je een beetje inspiratie opdoen. En voor alle mensen die nieuw zijn op mijn kanaal, vergeet natuurlijk vooral niet om even op abonneren te klikken. Want zo blijf je op de hoogte van mijn nieuwste video's. Nou ja, meer heb ik er niet aan toe te voegen. Dus laten we maar gewoon beginnen met de video. Nou, ik heb dus twee van die mega grote tassen vol. Echt niet normaal. Ik zal ze even in de lucht houden. Oh, dit is zwaar. Ja, alsof ik de hele Primark heb leeggekocht. Nee, dat is helemaal niet waar hoor. Oké, het eerste wat ik bij de Primark heb gekocht is dit bakje. Het heet een beauty organizer. En het is zeg maar zo'n doorzichtig bakje met allemaal vakjes erin. Dus nou, hier zitten zeg maar alle kleine vakjes voor lippenstift. En het zijn 9 vakjes, dus nou, dan kan je toch 9 lipstiftjes kwijt. Dan heb je hier ook nog 3 vakjes waar je dan kwasten in kan doen. Of nou ja, wat je wil, weet ik veel. Er passen ook nog maskertjes in, zie ik zo. Dat is ook wel grappig. En heb je hier nog een super groot vakje. Of nou ja, super groot. Het grootste vakje van dit doosje. En ik weet eigenlijk niet wat ik daarin ga doen. Ik weet überhaupt nog niet eens hoe ik hem ga inrichten en organiseren. Maar zo chill. Echt, oh my god, jullie moeten een keer mijn make-up stash zien. En het is zo'n chaotische bende. Dat is niet. Ik vind het heel erg om zeg maar mijn kast. Ik heb zeg maar. Oké, wacht. Ik heb zeg maar een kast en met een schuifdeur. En daar heb ik dus allemaal lades in. En er zijn dus 3 lades die liggen vol met make-up en of beauty spullen. Nou ja, meer make-up. En het ligt allemaal door elkaar. En sommige spullen die liggen er alweer 3 jaar. En sommige die zijn net nieuw. En het ligt allemaal door elkaar. Dus ik heb geen flauw idee wat ik allemaal heb. En het irritante is dus dat ik heel vaak spullen vergeet of producten. En als ik erachter kom dat ik het heb, dan is het eigenlijk alweer over datum. Dus ik vind het wel heel chill om een organizer te hebben. Zo chill zelfs dat ik er 2 heb gekocht. Dit is de ander. En ik vond het wel leuk om ze tegen elkaar aan te zetten of zo. Ja, weet ik veel. Weet je, zoiets. Zit je zeg maar. Oef. Gewoon naast elkaar. Het is ook wel leuk dat je dat zo naast elkaar. Nou, op elkaar, dat wordt een beetje lastig. Hartstikke leuk. Als ik mijn bakjes heb ingericht en georganiseerd, dan maak ik hier wel eventjes een Insta-story van. Dus vergeet me ook niet te volgen op Instagram. Wat trouwens is Denise Anna YouTube-. En ja, het is sowieso leuk om dat account te volgen. Want ik maak wel eens stories van achter de schermen. Dus hoe ik nu aan het filmen ben en zo. Nou, dat vind ik zelf heel erg leuk om te zien bij anderen hoe dat achter de schermen eraan toe gaat. Dus ja, ik dwaal af. Deze bakjes, deze die kosten 6 euro per stuk. En wat ik ook heb gekocht bij de Primark zijn deze hangers. En ik vind het wel heel gaaf, want er zit zeg maar een rosé gouden ijzeren hanger aan. En als je dus zo'n kledingrek hebt wat buiten je kledingkast staat. Ja, dit is heel vaag volgens mij, maar zo'n, ja, hoe noem je dat? Ik weet niet, gewoon een kledingrek. Jullie weten wat ik bedoel. Als je daar gewoon dan mooie hangers aan hebt hangen, dan oogt dat ook meteen veel opgeruimder en netter. Maar goed, dit zijn dus 10 hangers in totaal. En omdat ik binnen nu een half jaar of zo ga samenwonen met Menno, ben ik ook een beetje alvast inkopen aan het doen voor ons nieuwe huis of waar we ook gaan wonen. Dus ik heb ook meteen meer pakketten hangers gekocht. Namelijk, even kijken, dit zijn er 3. En hier nog eentje 4 pakken. Dus nou, 4×10, 40. Kunnen we toch weer 40 kledingstukken ophangen. Mochten we een kast hebben. Misschien is het wel een ladekast. Nou, heel erg blij met de hangers. En kijk dus zeg maar als het allemaal zo naast elkaar hangt. Dan ziet het er heel erg netjes en opgeruimd uit. Trouwens, voor de mensen die zo'n kledingrek hebben. Waar hebben jullie die gekocht? Want ik wil er ook wel eentje. Niet dat ik er nu plek voor heb. Maar misschien heb ik er ooit plek voor. Ik wil er namelijk heel graag eentje. En ik weet niet eens goed waar ik die dingen moet kopen. Ik zie ze namelijk nooit. Oké, volgende. Dat zijn deze tattoos. Oh, volgens mij zien jullie er helemaal niks van. Het zijn zeg maar van die holographic tattoos. Heel cute voor in de zomer.
Maar het zijn zeg maar kusjes en hartjes en planeten. Nu ik ze even zo goed bekijk, vind ik het wel jammer dat ik maar één velletje heb gehaald. Want ik vind ze echt super, super, super schattig. Maar wie weet dat ze er in de zomer nog zijn hoor. Ik loop graag op de zaken vooruit, want het is nog hartje winter. Maar ik zit al met mijn gedachten in de zomer. Ik zit al aan het zwembad in Spanje. Nou, en in de Primark vond ik ook deze nagels. Dit zijn nepnagels, plaknagels. In de kleur, ja, het is een beetje metallic mat. Paars, lila, zo noem ik het. En ik vind ze echt super mooi. Het zijn niet van die puntige nagels, maar ze zijn afgevuild. Ik heb van mezelf ook hele korte nagels. Ik weet niet hoe ik het doe, maar mijn nagels die scheuren gewoon altijd. Ik heb nu ook weer van die zielige stompjes. En dan zie ik andere mensen, die hebben super mooie lange nagels en helemaal mooi verzorgd. En ja, dan kom ik met mijn stompjes. Goed, vandaar dat ik ook dus deze nagels heb gekocht. Je plakt ze erop en nou, het lijkt alsof je gewoon hele mooie, harde, stevige nagels hebt. En als ik deze ooit op heb, zal ik hier wederom eventjes een Insta-story van maken. Om te laten zien hoe ze eruit zien. En ik vond ook deze nagels. Dit zijn net zoals de vorige ook opplaknagels. En deze keer zijn het nagels die vol zijn beplakt met glitters. Echt super leuk voor een feestje of wat dan ook. Of nou ja, het kan ook gewoon everyday. Als jij glitternagels wil, ja. Why not? Oh, en trouwens, deze nagels die kosten €2,50. En toen ik bij de nagelafdeling stond, toen vond ik ook deze nagellak remover. Ja, niet heel boeiend om te laten zien, maar goed, ik laat gewoon alles zien wat ik heb gekocht. Ik vind het wel grappig bij deze, dat zie je altijd in salons, dat ze zo'n pompje erop hebben. Dat je op moet drukken en dan komt er een nagellak remover uit. Ja, je kan me heel blij maken met weinig. En deze nagellak remover die kostte €2. Wat op zich nog best duur is. Want bij de Kruidvat heb je gewoon nagellak remover voor... Nou, wat kost het daar? Een paar cent volgens mij. Maar goed, die hebben geen pompje. Deze wel. Ook heb ik bij de Primark deze tas gekocht. Even serieus, hoe cute is deze tas? In de vorm van een hartje. Helemaal in het rood. En dan met zo'n gouden ketting... Hanger, jeetje, wat, hoe noem ik het nou? Een gouden kettinghanger, wat gouden kettinghengsel. En dan is de bovenkant ook weer rood. Ik heb de laatste tijd ook echt een obsessie voor rode handtasjes. Ik heb er nu ook eentje van Michael Kors. En het past ook gewoon zo leuk bij je outfit. Ja, dan moet je natuurlijk niet gaan vloeken met andere gekke kleuren die er niet bij passen. Oh my god, ik zit dus nu de hele tijd met mijn arm in de lucht. Terwijl ik dit verhaal vertel. Het is altijd wel leuk om één zo'n statement item bij je outfit te hebben. En dan vind ik een rood tasje heel erg leuk. Dit tasje dat kostte €10. En ik vind hem trouwens ook heel erg leuk staan bij mijn trui die ik nu aan heb. Kijk maar, er zitten ook allemaal hartjes op. En ik weet gewoon nu al wat ik aan ga doen met Valentijn. Namelijk dit hartjestasje met deze hartjestrui. En mijn Valentijn kan niet meer kapot. En daarnaast heb ik bij de Primark deze maskers gekocht. Normaal heeft de Primark een lijn maskers. Nou ja, ik weet niet hoe ze heten, maar iedereen kent ze denk ik wel. Maar nu heeft de Primark nieuwe maskers. Of, nou, ik weet niet of ze nieuw zijn, maar ik heb deze nog nooit gezien. Ook deze verpakking niet. En het heet Skin Shot Hydrating Sheet Mask. Met Blackberry, Blueberry en Acai Berry. En het masker is, dat staat hier zo, een Berry Blast. En er staat hierop dat het vitamine A heeft. Nou, ik, heel eerlijk gezegd heb ik geen idee wat vitamine A doet. Maar het staat hier, dus het zal echt geweldig zijn voor je huid. En het andere masker, dat bestaat uit lemon, grapefruit en carrot. En het heet Recharge. En hier zit ook vitamine... Oh, hier zit vitamine C in. Nou, geweldig. Ik ben benieuwd. Ik ga mijn huid even een lekkere boost geven. Ik denk dat ik hem na deze video op ga doen. Die maskers, die kosten €2 per stuk. En verder heb ik deze borstel gekocht. Ja, niet heel boeiend. Het is gewoon een borstel. Ik had gewoon een borstel nodig, want die van mij zit gewoon onder de haren. En al die puntjes zijn er ook allemaal van af. En hij is gewoon vies en hij moet gewoon de prullenbak in. En ook heb ik een oplader gekocht. Dit is zeg maar een dubbele oplader. Dus deze stekker die heeft twee van die ingangen voor een kabel. En deze kabel heeft dan weer twee uitgangen. Dus er kunnen twee telefoons tegelijkertijd. Wow, kunnen zelfs vier telefoons tegelijkertijd. Als je nou twee van deze kabels hebt. Dit snoer is ook meteen 2 meter, wat ik ontzettend chill vind. Vooral als je in bed ligt. En je zit dan met zo'n kort draadje zo met moeite op je telefoon. Deze oplader die kostte, even kijken, deze €8. En deze €4,50. En wat ik ook nog vond in mijn tas is deze nagellijm. Nou ja, niet heel boeiend, maar goed, je zal het maar een keer nodig hebben. Dan heb je in ieder geval een tube nagellijm. Deze die kostte 80 cent. En dan alweer het laatste item wat ik heb gehaald bij de Primark. En ik vind dit ook meteen het meest leuke item. Namelijk deze rugzak. Kijk nou even hoe schattig deze rugzak is. Hij is zeg maar in het lichtblauw. En er staat dus een flamingo hier zo. En een ananas. En wat is dit? Oh, palmbomen. En het heeft dan zwarte hengsels. Maar hoe leuk is dit in de zomer? Of al, nou ja, in de lente kan het eigenlijk ook al. Voor nu... Ja, ik zal het nu in de winter nog niet echt doen. Hij is ook echt wel groot genoeg voor mijn laptop.
Volgens mij past die hier ook wel goed in. Oeh, dat is chill. Dan kan ik gewoon gaan editen op het strand of zo. En dan ga ik lekker op mijn nieuwe fiets naar het strand en dan daar editen. Hoe chill. Deze rugzak die kostte 14 euro. Echt niet duur voor een rugzak. Nou, en dit was hem dan, mijn Primark shoplog. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. En mocht je nou een item hebben gezien die je ook gaat kopen, vergeet dan niet om deze video een duimpje omhoog te geven. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. En tot de volgende video. Doei doei!